Koolsteen. Ik werk bij VAROS, het expertisecentrum gezondheidsverschillen. En VAROS zet zich in voor een goede toegang tot en een betere kwaliteit van zorg. En vanuit het programma Ouderen staat gelijke kansen voor gezond ouder worden centraal. En dat doen we met een aantal doelgroepen, met name specifiek voor de migrantenouderen, maar ook voor de ouderen met een lage sociaal-economische status. En namens ons hele programma en namens VAROS heet ik u dus van harte welkom op het webinar Dementie en Ouderen Migranten, het gesprek in 2020. En waar gaan we het vandaag over hebben? We gaan het hebben over de uitdagingen die er spelen in de vroege signalering van dementie. We gaan het hebben over de onderdiagnose bij mensen met dementie. Met name bij de groep migranten is dat anders en groter dan bij de groep autochtone mensen met dementie. We gaan het hebben over de belangrijke rol van de mantelzorger. En we gaan het hebben over dementie in tijden van corona. En het doel van dit webinar is om de producten die wij hebben ontwikkeld bij VAROS met jullie te delen. We zijn ook heel erg benieuwd naar alle producten, wat jullie van die producten vinden. Dus geef dat ook vooral aan. En ook welke producten missen jullie nou in die dementiezorg? Dus dat horen we ook graag terug en dat kan ook in de chat. En we vinden het echt heel erg belangrijk dat dit thema veel aandacht krijgt en urgentie. Dat er een grotere urgentie is voor dit thema. En dat komt ook door dit soort bijeenkomsten. Bij VAROS doen we veel onderzoek en allerlei projecten. Maar ook dit soort bijeenkomsten helpen om de dementiezorg voor migrantenouderen centraal te stellen. Wij vinden het echt geweldig dat er nu zoveel aanmeldingen zijn. We hadden 300 aanmeldingen. Dat komt onze Zoom nog bijna aan. En we zitten nu al, ik kijk nu even in mijn linkerooghoek, op 166 deelnemers. Ik wil jullie ook nogmaals vragen, zet je geluid uit en eventueel ook je beeld uit. En als ik vanochtend nog even doorgescrolld in de deelnemerslijst, dan zag ik een mooie groep van praktijkondersteuners, mensen uit het welzijnswerk, maatschappelijke werkers, ouderenconsulenten, artsen, wijkverpleegkundigen, mantelzorgers, beleidsmedewerkers, de gemeente is aanwezig. Nou, the whole system in the room. Dan zijn we hartstikke blij mee. En dan nu naar de titel van vandaag. Die hebben we heel zorgvuldig uitgekozen. Dementie en migranten, het gesprek in 2020. Want dat gesprek, dat heeft dit jaar natuurlijk echt heel anders plaatsgevonden. Dat was niet op het ontmoetingscentra dementie. Dat was niet in het buurthuis. Dat was dit keer niet in de huiskamers. Niet op de intramurale afdeling van de verpleegafdelingen. Maar dat was vaker achter beeld. Dat was vaak achter beeld. Dat was vaak via de WhatsApp. Dat was aan de telefoon. En dat alles maakte dat die driehoek, die mantelzorger, die persoon met dementie en die professional, anders met elkaar hebben gecommuniceerd het afgelopen jaar. Dat zie je dus dan ook gewoon terug. En dat is moeilijk geweest voor mensen met dementie. Ik ga heel even onderbreken, want ik word heel erg afgeleid, zeg maar, door het geluid van anderen. Dus nogmaals de vraag, kunnen jullie jullie geluid uitdoen? Ga ik nog even terug naar dat gesprek, hè, in die driehoek. Tussen de mantelzorger, de persoon met dementie en die professional. Dat gesprek heeft zich dus anders plaatsgevonden. En ook voor de migrantenmantelzorgers en de personen met dementie met een migratieafkomst was dat moeilijk. Ook omdat zij moeite hebben met de Nederlandse taal en vaak niet digivaardig zijn. En ook dat onderdeel van die cultuursensitieve zorg. Hè, we gaan uit van persoonsgerichte zorg met cultuursensitieve elementen. Dat onderdeel is ook verstoord geraakt. Dat is ook niet altijd mogelijk geweest, zeg maar, door de corona. En twee gesprekken zijn echt bijgebleven. Een gesprek met een Turks-Nederlandse mantelzorger, van wie beide ouders in een verpleeghuis verblijven. En ik haar sprak voor onderzoek voor corona.
En zij bij mij aangaf, en ik quote haar even, ze vertelt, wij als kinderen, als mantelzorgers, vullen de zorg aan. Op een manier die het voor onze ouders passend maakt. En deze schakel is nu abrupt eruit gehaald. Nou, en dat is gewoon heel moeilijk en verdrietig geweest voor deze groep mantelzorgers. Maar ook een gesprek wat ik had met een professional van een grote zorginstelling. En dat gesprek was nu in de tweede golf. En in dat gesprek vertelde ze mij dat het heel heftig werd weer op de locaties. Dat er veel afdelingen waren met corona. Dat er veel collega's ziek werden. En dat er ook veel mensen vanuit de stafafdelingen en de ondersteunende diensten moesten bijspringen. En van dat gesprek werd ik ook heel erg stil. En dacht ik, het komt heel dichtbij. En wij willen jullie vanuit VAROS ook dan hartelijk danken. En we spreken onze waardering uit voor het werk wat jullie dag in dag uit weer doen voor onze ouderen. Dank je wel daarvoor. En dat gesprek, ik heb nog een laatste haakje naar onze titel. Dat gesprek in 2020, dat verwijst ook naar onze producten. Want we hebben met VAROS een aantal producten gemaakt op het vlak van dementie en migranten. En dat gesprek is vaak ook een belangrijke basis van onze producten. Want als het gesprek goed wordt gevoerd, als er een goede dialoog is tussen die mantelzorger, persoon met dementie en ook de professional, dan gaat de informatieverstrekking makkelijker. Dat draagt weer bij tot een goede toeleiding en ondersteuning van ouderen met een migratieachtergrond en zijn naasten. En dan zou ik graag naar de volgende sheet willen, Sam. Daar. Ja, dankjewel. Neem ik nog heel kort even het programma met jullie door. Dat doen we aan de hand van de patient journey. Zoals jullie weten neemt de persoon met dementie, komt in verschillende fases, aantal stadia die hij of zij doorloopt. De niet-buisfase, waarbij de diagnose nog niet, de diagnose is dan nog niet gesteld, maar er zijn wel signalen van dementie. Dan heb je de diagnosefase, het dagelijks leven met dementie, zorg in een verpleeghuis en de fase rondom het sterven. En ik heb hier al een sneak preview van een aantal producten die wij hebben ontwikkeld. Producten kunnen ook in verschillende fases hun werk doen. En deze producten staan ook allemaal straks in een totaaloverzicht, maar ook staan ook op onze themapagina. En dan graag naar de volgende. En dan stel ik jullie nog even kort voor aan ons team. En terwijl jullie deze mooie sheet bekijken, geef ik straks het woord aan Jennifer van den Broeke. Zij zal ons meenemen in de uitdagingen die er zijn in de vroege signaleringsfase en in de diagnosefase. Na het gesprek met Jennifer is er nog plek voor vragen. Maar ik zal niet alle vragen met haar kunnen doornemen die jullie in de chat stellen. Dus een aantal vragen zullen wij in de chat direct beantwoorden. En een aantal vragen zullen wij ook na deze webinar aan jullie kunnen beantwoorden. Dan rest mij jullie heel veel plezier te wensen. En ik nogmaals de vraag om goed jullie microfoon uit te houden. En dan geef ik het woord graag aan Jennifer. Ja, daar ben ik. Hallo allemaal. Ik had even moeite met de unmute-knop vinden. Goedemorgen en wat fijn dat jullie de tijd hebben genomen om naar ons webinar te komen. Mijn naam is Jennifer van den Broeke. Hier zien jullie wat van mijn contactgegevens. Ik zie dat LinkedIn er ook bij geplaatst is. Dat is een van mijn voornemens voor het nieuwe jaar. Daar ben ik nog niet zo heel bedreven in, maar hopelijk volgend jaar wel. Ik wil beginnen met een verhaal dat echt gebeurd is. En wat ik wel heel inspirerend vond. Het begint alleen erg verdrietig. Het is het verhaal over meneer El Filali. Dit is niet zijn echte naam, maar een fictieve naam. En hij is op een dag opgepakt door de politie. De bakker had de politie gebeld, want meneer had een pak koekjes gestolen. De politie nam meneer El Filali mee naar het bureau en belde zijn zoon en schoondochter. En die waren zich een hoedje geschrokken.
Ze wisten niet wat hen overkwam. Meneer Elfilali is geen dief. Ze begrepen echt niet wat er gebeurd was. En vooral voelden ze zich enorm beschaamd over de situatie. Ze vonden het echt verschrikkelijk. Ik ga hier verder. Ik zal jullie aan het eind vertellen hoe het afloopt. Maar ik wil eerst vertellen wat er hier nou gebeurt. We zitten hier natuurlijk op een webinar over oudere migranten en dementie. En jullie zijn allemaal op welke manier dan ook, ofwel via werk ofwel als vrijwilliger, betrokken bij dementie. Dus jullie zullen wel een vermoeden hebben wat er aan de hand is bij meneer Elfilali. Maar de zoon en schoondochter hadden echt totaal geen idee. En dat is iets wat we bij veel mensen zien. In Nederland is de ziekte dementie, en misschien is dat voor jullie moeilijk voor te stellen als je er echt dagelijks mee bezig bent, maar nog redelijk onbekend bij grote groepen mensen. En niet alleen bij oudere migranten is de ziekte onbekend, maar ook bij heel veel autochtone Nederlanders. Mensen hebben er misschien wel gehoord, het woord wel gehoord. Alzheimer is een bekende term, en je ziet het steeds vaker op televisie. Maar wat dat nou echt betekent en inhoudt, dat weten veel mensen niet. En dat komt omdat veel informatie waarin uitleg wordt gegeven over dementie niet bij de mensen terechtkomt. Mensen die krijgen niet de uitleg die ze eigenlijk nodig zouden hebben over dementie, over de signalen van dementie, noem het maar op. Dat heeft deels te maken met een mismatch die er is tussen de uitleg die soms ingewikkeld wordt aangeboden, of in folders of op plekken waar mensen niet komen. Maar het heeft ook te maken met de vaardigheden van mensen zelf. En dat dus de manier waarop uitleg wordt gegeven over dementie niet goed past bij wat mensen nodig hebben. Veel mensen in Nederland, 2,5 miljoen mensen van 16 jaar en ouder, kunnen bijvoorbeeld niet echt goed lezen of schrijven. En dan zijn er ook nog eens meer dan 1/3 van de Nederlandse mensen die moeite hebben met gezondheidsvaardigheden. We noemen dat beperkte gezondheidsvaardigheden. Hier staat een korte definitie. Gezondheidsvaardigheden zijn vaardigheden die je gebruikt om beslissingen te kunnen maken over gezondheid. Je hebt daar allerlei vaardigheden voor nodig, zoals kunnen rekenen, kunnen lezen en schrijven, maar ook vragen kunnen stellen, afspraken kunnen maken en steeds vaker ook e-health vaardigheden. Bijvoorbeeld om een afspraak ergens te maken, word je steeds vaker doorverwezen naar een website. Nou, alles bij elkaar noemen we dit gezondheidsvaardigheden. En we weten uit onderzoek dat dus 36% van de mensen in Nederland hier moeite mee heeft. Dat betekent dat voor jullie allemaal hier een belangrijke rol is. Vaak weten mensen dus niet wat kan en wat mag en wat te doen. En dat geldt zeker rondom dementie. Veel mensen weten niet dat je bij dementie een diagnose kan laten stellen. Veel mensen weten niet dat je hulp mag vragen voor de zorg die je bijvoorbeeld levert aan een vader of een moeder met dementie. En heel veel mensen weten niet dat zij zelf ook stappen moeten zetten. Dus daarbij is ook jullie hulp en uitleg nodig. Neem het niet voor lief dat je denkt dat mensen het wel weten. Dat zijn aannames die dus heel vaak niet kloppen. Nou, even een stapje achteruit en een perspectief op waar we het over hebben. We zien dat er een sterke vergrijzing is, maar het is niet een grijze vergrijzing, maar een gekleurde vergrijzing. Althans, daarmee geven we aan dat steeds meer ouderen die ooit uit Turkije, Marokko, Suriname, Indië, Molukken en heel veel andere landen naar Nederland zijn gekomen, nu de leeftijd gaan bereiken waarop ze dementie kunnen ontwikkelen. En jullie zien hier een plaatje, het is wat klein. Ik gebruik hem toch graag, want het is, hij geeft het mooi weer. Jullie zien een rolspijltje en daarin is het aantal mensen dat ongeveer aangegeven dat nu 65 jaar en ouder is. En dat roze pijltje zakt met ieder jaar. Dus je kunt zien dat er een grote toename is
van het aantal migranten dat 65 jaar of ouder gaat worden de komende jaren. We weten uit onderzoek dat dementie vaker voorkomt bij mensen met een Turkse en een Marokkaanse en een Surinaamse achtergrond. En dat heeft te maken met een aantal ziekten die ook vaker voorkomen onder deze groepen, zoals diabetes en hart- en vaatziekten. Daarnaast weten we ook dat veel dementie niet herkend wordt. Dus mensen belanden bijvoorbeeld in het ziekenhuis met een longontsteking, waarbij dan in het ziekenhuis pas wordt vastgesteld dat iemand al in een ver gevorderd stadium van dementie is, maar dat er nooit eerder de diagnose is gesteld. En heel veel mensen zijn gewoon thuis zonder de diagnose. Er is dit jaar is het factsheet van het register dementie uitgekomen, gemaakt vanuit dementiezorg voor elkaar. En daarin is gekeken welke mensen hebben nou dementie. En daarin zie je niet dat er vaker dementie voorkomt bij mensen met een migratieachtergrond. We verwachten dat dit komt omdat deze hogere prevalentie en de onderdiagnose eigenlijk elkaar wegstrepen. En een ander vermoeden dat we hebben is dat het zou kunnen komen omdat er geen onderscheid is gemaakt in het register tussen de verschillende generaties. En daar kan ook nog wel een verschil in zitten. Dat brengt mij tot de volgende slide. Want we hebben wel de mooie titel Oudere migranten met dementie. Migranten in Nederland zijn super divers. In het plaatje van de gekleurde vergrijzing die ik liet zien, zag je zowel eerste als tweede generatie. We hebben inmiddels ook een derde generatie. Mensen zijn verschillen enorm van elkaar. Ik heb hier voorbeelden daarvan gegeven. Recent hebben MCMO en Hatip, een Marokkaans-Nederlandse en een Turks-Nederlandse migrantenorganisatie, hebben onderzoek gedaan onder hun leden. En daarin kwam bijvoorbeeld naar voren dat heel veel oudere migranten in armoede leven. Aan de andere kant hebben we ook de stichting MN, de associatie van Marokkaanse artsen in Nederland. En daar werken allerlei artsen. Eerste generatie, tweede generatie, die zijn erin verenigd. Die zullen niet in armoede leven. Dus heel erg groot verschil tussen allerlei ouderen onderling. En ik kan me voorstellen dat jullie dit al lang weten, omdat je dagelijks werkt mogelijk met oudere migranten en hun mantelzorgers. Maar ik vind het wel belangrijk om het te noemen. Ook omdat ik ben van huis uit socioloog, dus ik medisch socioloog, dus ik kijk graag naar groepen mensen, ook omdat dat helpt om handvatten te geven, te bieden als je in je dagelijks werk met bepaalde mensen gaat. Dan is het fijn om te weten wat voor verschillende type mensen er bijvoorbeeld zijn. Maar als je daar dagelijks mee aan het werk bent, ja, het is niet voor niets dat we zo graag op maat werken met patiënten en cliënten, omdat je iedere keer weer moet kijken wie je nou toch voor je hebt. We zien een groot verschil tussen de mensen die gemigreerd zijn als jongvolwassenen naar Nederland. Zij hebben het vaak wat pittiger op het gebied van dementie dan bijvoorbeeld de ouderen die als kind naar Nederland gekomen zijn. Die hebben toch weer een groter deel van hun leven in Nederland doorgebracht en hebben daardoor al meer kennis bijvoorbeeld van het Nederlands gezondheidssysteem. Daar al dit soort verschillen zien we terug. Het is dus heel belangrijk om... Even kijken, hij gaat niet door naar de volgende slide. Oh, gaat hij te snel. Ja. Terug bij waar ik mee begon. Het is in de niet-pluisfase enorm belangrijk dat mensen weten over dementie. Dat er verschillende soorten dementie zijn. Wat je te wachten staat met dementie. Hoe het verloop is. Hoe je het kunt herkennen. En tot wie je kunt richten. Dit soort informatie wordt al jaren geboden aan mensen. Vanuit NOM, vanuit Alzheimer Nederland zijn hele mooie voorlichtingscampagnes geweest. En ook nog steeds gaande. En ook vanuit VAROS zijn we hier op bezig. Dus we bieden bijvoorbeeld
wachtkamerfilmpjes voor in de huisartsenpraktijk. Die hebben we samen met huisartsen en een praktijkondersteuner en een geriater ontwikkeld hebben. En getest hebben in de wachtkamer met verschillende migranten. En we leiden bijvoorbeeld ook sleutelpersonen op om informatie te geven in de eigen taal. Rondom de diagnose kan het ingewikkeld zijn hoe je het gesprek start over dementie. Stel, je bent werkzaam in het sociale veld en je hebt een groep vrouwen die je regelmatig ziet. En je hoort vragen over, of je hoort een persoonlijk verhaal over iemand die zich zorgen maakt over een vader. En je denkt zelf, hey, dit zou best eens dementie kunnen zijn. Hoe zou je dan met die vrouw in gesprek kunnen gaan om te zeggen, mogelijk is het dementie, je zou eens naar de huisarts kunnen gaan. Janne Padma is een onderzoeker van de geheugenpolie voor migranten aan het Erasmus. Zij geeft in haar presentaties wel eens het voorbeeld van de sneeuwziekte. Dat is een ziekte waar ik nog nooit van heb gehoord. Stel dat iemand mij ineens zou zeggen, hey, je hebt mogelijk de sneeuwziekte, ga eens naar de huisarts. Dan zou ik ook denken, ik voel me prima. Ik weet eigenlijk helemaal niks over de sneeuwziekte. Ja, als ik me toch wel oké voel, waarom zou ik dan naar de huisarts gaan? Is het ernstig? Kortom, het is fijn als je ook dan al wat informatie kunt geven over dementie. En iemand langzaamaan het idee kan laten wennen dat een diagnose, of in ieder geval het onderzoek om te kijken of er iets aan de hand is, prettig is. Maar met allemaal informatie en uitleg zijn we er nog niet. Het is ook belangrijk om meer begrip te hebben voor verschil. We spraken onlangs voor het onderzoek Taking Care of Caregiver met een aantal mantelzorgers. En één mantelzorger, haar vader, die had dementie. En het was binnen de familie, was het ingewikkeld. Er waren veel verschillende ideeën over wat belangrijk was en wat er moest gebeuren. En deze mantelzorger is getrouwd met een Nederlands man. En haar man die zei, joh, dan gaan jullie toch gewoon met z'n allen een keer een goed gesprek hierover hebben. En dat was goed bedoeld advies. Maar dat sloot zo niet aan bij hoe zij en haar familie met elkaar omgaan. Bovendien, een goed gesprek is best wel ingewikkeld als bijvoorbeeld een van de broers of zussen niet in Nederland woont. Maar wel een mening heeft die heel erg belangrijk wordt gevonden binnen de familie. Het is als professional dan heel erg handig als jij ook je openstelt voor andere manieren waarop families het aanpakken. En je bewust van bent van je eigen ideeën over wat goed is en wat niet goed is. En dat dat misschien voor anderen anders kan zijn. Dus dat je ruimte laat voor andere manieren. Maar ja, hoe pak je het aan? Al die verschillen die er zijn, bij alle verschillende mensen. En soms ook echt wel hele ingewikkelde casussen. Een ziekte als dementie kan echt tot complexe situaties leiden met bepaald gedrag van een patiënt of zorgen over overbelasting bij mantelzorgers. Hoe kan jij als professional of vrijwilliger hier dan een bijdrage aan leveren? Ik denk dat een van de belangrijkste dingen is om mensen te betrekken. Dus ook binnen een familie, wie zitten daar allemaal in? Welke mantelzorgers spreek je? Omdat ze goed Nederlands kunnen spreken. Maar zijn er ook bijvoorbeeld mantelzorgers die je minder spreekt, maar die wel de beslissingen nemen? Probeer daar achter te komen en ook met hen in gesprek te gaan of via de mantelzorger die je veel spreekt. En welke collega-professionals hebben er expertise? Weet die ook te vinden? En sleutelpersonen. Ik denk dat er steeds meer mensen zullen komen die zich willen inzetten voor elkaar. En willen helpen om een brug te vormen. We zijn nu al heel, heel goed bezig in Alkmaar en in Amsterdam, waar de gemeentes een training hebben geregeld voor sleutelpersonen, gekoppeld aan
In Alkmaar is dat Geriant, in Amsterdam de Stichting Mantelzorg en Dementie, die de sleutelpersonen onder hun hoede nemen en ja, met wie we aan het kijken zijn, hoe we nou professionals kunnen ondersteunen en gemeenschappen kunnen voorlichten. Dus help elkaar en ga in gesprek. Hoe liep het nou af met meneer El Filali? Nou, hij had de mazzel, zou ik zeggen, dat er een politieagent was die wel de signalen van dementie herkende. En dat ook aan de zoon en de schoondochter vertelde. Ga met uw vader naar de huisarts. Mogelijk is er dementie. Door dit voorval, en inderdaad toen uiteindelijk de diagnose dementie werd gesteld, was de schoondochter zo geïnspireerd geraakt door haar eigen schrik en vervolgens hoe het verder ging, dat zij zich gemeld heeft bij Alzheimer Nederland en daar als vrijwilliger aan de slag is gegaan. En jullie zien hier een foto van een van de dingen die ze bereikt heeft. Ze heeft nog veel en veel meer bereikt. Het is een hele inspirerende vrouw die verschillende gemeenschappen helpt en verschillende professionals helpt. Ik denk echt dat zij mooi verschil maakt in Nederland. En ja, dat is mede tot stand gekomen door de oplettendheid van deze politieagent en hoe dit gegaan is. Nou, ik ga het stokje langzamerhand teruggeven aan Rosny. Ik heb een aantal dingen verteld. We hebben inderdaad ook op de website verschillende tools die jullie nog kunnen bekijken. Die zullen jullie allemaal ook toegestuurd krijgen aan het eind. Rosny, mag ik het woord weer geven aan jou? Ja, dankjewel Jennifer voor je presentatie. Ondertussen is er goed getikt in de chat en we lopen iets uit. Maar ik wil wel twee vragen aan jou voorleggen en dan gaan we door naar Carolien. Olaf Schütz, ik heb even de vraag hier voor me. Hij is specialist oudergeneeskunde en die vraagt, wij komen situaties tegen waarbij het thuis echt niet meer haalbaar is om in te wonen. Maar familie tegen een verpleeghuisopname is. Wat zijn jullie ervaringen met gesprekken over opname in een verpleeghuis? Ja, dit komt veel voor en dit is ook echt heel ingewikkeld. We zien daarin verschillende dingen en verschillende oplossingen die families doen. En ik denk dat dat een van de richtingen is die we op moeten, is om veel meer de oplossingen die mensen vinden met elkaar te delen, zodat je ook wat voorbeelden kunt geven hoe het in verschillende families gaat. Dus ik weet nog een voorbeeld van een dochter die uiteindelijk inderdaad ook in precies zo'n situatie zat en over is gegaan om haar vader op te laten nemen in het verpleeghuis. Waarbij alle vrienden uit de moskee heel erg boos op haar waren en er schande van spraken. En toen heeft zij gezegd, nou, ga hem opzoeken alsjeblieft in het verpleeghuis en kom dan bij me terug. Nou, dat hebben die vrienden gedaan en die zijn naar het verpleeghuis gegaan en die zagen in welke staat de man was inmiddels. En die zijn bij haar teruggekomen en hebben gezegd, je hebt een goede keuze gemaakt. Hier krijgt hij de zorg die hij nodig heeft. Maar er zijn ook andere situaties waarin het toch in het belang is van de familie en van de cliënt, van de patiënt, dat iemand wel thuis blijft. En er zijn er daar oplossingen gevonden waarbij er toch met meer ondersteuning veel meer mogelijk bleek. En dat uiteindelijk tot een verbetering leidde tot de mantelzorgsituatie. Dus het, ook hier weer is het maatwerk en geduld en in gesprek gaan. Vooral echt in gesprek blijven. En ook, ook hier, er zijn over en weer ook aannames. Dus er zijn ook allerlei aannames over hoe het in het verpleeghuis is. En die kloppen ook niet altijd. En vanuit verpleeghuizen, we hebben mooie voorbeelden gehoord waarin er weinig ervaring is met migranten. En in gesprek met de familie aanpassingen zijn gemaakt, waardoor een cliënt en een familie zich daar veel meer thuis voelt. Dus er is veel mogelijk, maar het vraagt om gesprek. Met elkaar. Dankjewel. Aan het begin was er ook nog een vraag. En dan wordt op Olaf ook goed gereageerd. Ook vanuit andere collega's. En een andere vraag is, het gaat ook over het verpleeghuis. Mocht wel de opname mogelijk zijn in het verpleeghuis. Hoe zit het dan met de taalbarrière? Vormt dat een drempel? En wat is daar de ervaring mee?
Ja, ik ga hier heel kort op antwoorden, omdat Caroline het ook oppakt, denk ik. Ja. Taal is echt een ingewikkeld aspect, ben ik het helemaal mee eens. We weten alleen uit allerlei onderzoek dat in een gesprek zijn de woorden slechts 7% van de communicatie. Het verbaast mij, maar het is toch echt zo. Dus heel veel doe je ook met verbale gebaren. Nou, online is het misschien allemaal wat anders. Maar in het één-op-één contact is taal zeker wel een aspect. Maar je kunt zoveel buiten de taal om. En we hebben ook allerlei voorbeelden waarin iemand toch echt de voorkeur gaf aan een professional die Nederlands sprak ten opzichte van iemand die de eigen taal sprak, om allerlei redenen. Dus ja, het is ingewikkeld. En er zijn ook allerlei oplossingen weer voor te vinden met vrijwilligers, mensen die een mooie koppeling maken tussen verschillende cliënten die dus dezelfde taal spreken. Zoals je ook in de podcast kan horen, daar wordt een mooi voorbeeld van gegeven. Maar verder laat ik dat graag aan Caroline over. Dank jullie wel. Jij bedankt, Jennifer. En ik zie ook hier een mooie vraag van meneer of mevrouw Tjadir. Want we gaan nu ook in op de rol van de mantelzorgers van mensen met dementie, met een migratieachtergrond. En wat er allemaal heeft afgespeeld in tijden van corona en dementie. En daarvoor geef ik graag het woord aan Caroline Smits. En ook vragen aan haar kunnen in de chat beantwoord worden. Ja, goedemorgen. Dankjewel, Roshni. Ben ik goed te horen? Ja. Ja. Nou, heel fijn dat er zoveel mensen met ons samen het vanmorgen willen hebben over dementie en migranten. Eigenlijk, en dan merkte ik het afgelopen half uur al, geeft dat eigenlijk al een gevoel van team zijn. En ook al is een webinar lastig, omdat je eigenlijk heel veel aan het zenden bent, omdat niet iedereen aan het woord kan, zag ik in de chat dat mensen ook elkaar al aan het helpen zijn met hun ervaringen. Dus dat is nou typisch voor een team en het samenwerken. En ik zal daar straks uitgebreider op ingaan. Ik ga door naar het volgende, want ik ga het hebben over het nieuwe samenwerken met mantelzorgers. En dat doe ik in 4 stappen. Ik zal eerst de mantelzorgerreis beschrijven. Net zagen jullie de reis, hè, de patient journey, de reis van de persoon met dementie. Maar parallel daaraan loopt die van de mantelzorger. En voor een groot deel is dat hetzelfde pad. Ik zal kijken naar het samenwerken. Ik zal kijken naar die dementie en die mantelzorgerreis vanuit het perspectief van samenwerking. En ik zal het vervolgens ook doen vanuit wat we hebben meegemaakt in de coronaperiode. En natuurlijk zal ik ook wat tools aanreiken die we vanuit Faros hebben ontwikkeld. Dit kun je zien als de mantelzorgerreis. Die, wat ik al zei, het lijkt heel erg op die van de persoon met dementie. En eigenlijk wat nou typisch. Nou, het geldt voor alle mantelzorgers, maar ik denk dat het voor migranten nog extra geldt, is dat, dat die reis eigenlijk al begint voor die niet-pluisfase. Voor bepaalde groepen migranten is het heel gewoon geworden dat dochters of kinderen helpen, hun ouders helpen met het vertalen, met het vinden van hun weg, bijvoorbeeld in de zorg, maar ook bij scholen enzovoorts. Dus daar is al een bepaalde relatie gegroeid. Ik zal het nu vooral hebben over de laatste 3 stappen. Dus het dagelijks leven met dementie, de zorg in het verpleeghuis en alles rondom het sterven van de persoon met dementie. Ik baseer me daarbij op onze onderzoeken, maar ook onze ervaringen met bijvoorbeeld binnen de dementiezorg voor elkaar. Dus ook de ervaringen vanuit de praktijk. En dan gaat het eigenlijk over, als het gaat om onderzoek en ontwikkeling, om 5 projecten. Het eerste project, Taking Care of Caregivers, dat heeft Jennifer ook al genoemd. Dat gaat vanuit het perspectief van alle betrokkenen, dus mantelzorgers, professionals, opleiders. En dat gaat over het delen van mantelzorg, omdat we weten dat juist bij migranten mantelzorgers
Dat daar al heel gauw een systeem ontstaat waarbij er één spillezorger is. Eén persoon, vaak een dochter, die bijna alle zorg op zich neemt en daardoor heel gemakkelijk overbelast raakt. Dus het in gesprek gaan met zo'n mantelzorger om de zorg te kunnen delen, dat is een hele uitdaging. Het tweede project wat heel veel inzicht gaf, dat was het project wat we met de UvA en de andere partners hebben gedaan. Tijdens de eerste coronagolf. En ons onderdeel bracht vooral het perspectief van de migrantenmantelzorgers in beeld. We hebben een kleine groep mantelzorgers heel intensief gevolgd, gewoon via de telefoon. En al hun ervaringen mogen opnoteren met de ervaringen met corona, maar ook met alle maatregelen en wat dat betekent voor het mantelzorger zijn. Het onderzoek met onbegrepen gedrag had juist weer het perspectief van de zorgverleners. Dat was nog een onderzoek wat ik in mijn vorige baan als lector bij Windesheim heb mogen doen. Samen met Corina Bosma van Karend Reggeland. En dat ging vooral over het perspectief van zorgverleners in hun ervaringen met ouderen met dementie, met een migratieachtergrond, met onbegrepen gedrag. En tenslotte zijn er twee grote VAROS-projecten wat meer rond de palliatieve zorg en het overlijden spelen. Het gaat over in gesprek over leven en dood en oog voor naasten. En ook daar zijn meerdere perspectieven meegenomen. Ik wilde vanmorgen de insteek nemen van samenwerken. En dat is ook nog een beetje een erfenis vanuit mijn vorige job aan Windesheim, omdat we daar ook een project hebben gedaan rond interprofessionele samenwerking. Ik denk dat veel mensen, veel deelnemers nu, dat die nog weten hoe de urgentie van die samenwerking tussen sociale professionals en zorgprofessionals in de eerste lijn ten tijde van de transitie. In dat kader hebben wij toen onderzoek gedaan naar die samenwerking. En toen ik van de week zat te denken van die samenwerking tussen mantelzorgers onderling, tussen mantelzorgers en professionals, heeft dat eigenlijk niet dezelfde kenmerken? Moeten we daar niet op dezelfde manier naar kijken? En dat bracht mij tot deze insteek van vanmorgen. Dus we weten uit onderzoek dat die effectiviteit van dat soort teams, dat wordt bepaald door drie aspecten. En dat is een gedeelde visie. Hebben mensen dezelfde kijk op de zorg en op de ziekte? Hoe vaak hebben ze contact? En is er sprake van teamreflexiviteit? Dus het nadenken, samen nadenken over de zorg vanuit een teamgevoel. En dat ook in praktijk brengen. Dus mijn vraag was van hoe werkt dit nu, die drie elementen, bij die teams van professionals en mantelzorgers met een migratieachtergrond? Als het gaat om een gedeelde visie, dan zien we natuurlijk dat er voor een deel sprake is van perspectiefverschillen. In Nederland zijn we gewend om te denken vanuit een medisch model, als we het hebben over dementie of over een biopsychosociaal model, waarin alle aspecten worden meegenomen. Maar er zijn ook veel mensen die zien dat dementie ook gewoon hoort bij het ouder worden. En er zijn ook mensen die denken dat het te maken heeft met een soort straf, omdat bijvoorbeeld de moslim leefregels niet goed zouden zijn nageleefd. Nou, je kunt je voorstellen dat soort verschillen heel lastig zijn, het gesprek heel moeilijk maken. Maar ik kwam ook tegen dat bijvoorbeeld op zoiets als dat onbegrepen gedrag, dat daar ook perspectiefverschillen op zijn. Dus, en dat heeft veel te maken met niet weten. Dat vertelde Jennifer al mooie voorbeelden van. En ik heb bijvoorbeeld voorbeeld als het gaat om zogenaamd onbegrepen gedrag. Dat ging over een Turkse man in het verpleeghuis die de gewoonte had om zijn voeten in de wc te wassen. En dat gebeurde eigenlijk vanuit zijn leefregel, dat je je voeten moet wassen voor het gebed.
een aantal zorgverleners wisten dat niet. En die vonden natuurlijk maar iets heel vies. Hè, je voeten wassen in de wc. En dat heeft tot spanningen geleid. Totdat een van de andere zorgverleners, of een mantelzorger, doorgaf van, hey, we kunnen dit ook heel anders bezien. En toen was het probleem ook eigenlijk gewoon heel makkelijk opgelost. De visie op zorg is natuurlijk ook kan een heikel punt zijn. We weten dat migranten met dementie vaak weinig andere zorg gebruiken dan die van de huisarts. We zien ze nog heel weinig in het case management workload en we zien ze ook nog relatief weinig in verpleeghuizen. Dat heeft ook te maken, we zien ook dat het perspectief, dat we in Nederland een soort nationaal perspectief zijn gewend of hooguit een regionaal, maar dat veel migranten veel meer over de grenzen heen kijken. En dat heeft natuurlijk te maken met het migrant zijn. Ze kijken ook naar het moederland, maar ze kijken ook naar hoe de zorg bijvoorbeeld in Duitsland, waar heel veel familie kan wonen, hoe dat daar is geregeld. En daarnaast is er natuurlijk de kwestie van cultuursensitiviteit en de creativiteit van de zorgverleners en van de mantelzorgers die dat vormgeven, die cultuursensitiviteit. Maar de quote is eigenlijk een voorbeeld helaas van waarin het eigenlijk niet goed gaat. He, dus het belang van een schoon huis en waarom iedereen die daar binnenkomt zonder schoenen in die huiskamer is... komt. En dat heeft ook te maken met dat de huiskamer vaak de plek is waar gebeden wordt. En als er dan medewerkers zijn die daar niet gevoelig voor zijn, dan strandt de zorg. Het tweede aspect van samenwerken, de frequentie van de interactie. Eigenlijk kwam ik erachter, weten we daar eigenlijk niet zoveel over. We weten heel veel over de kwaliteit van de communicatie en alle partijen in dat samenwerkende zorgteam realiseren zich dat die kwaliteit niet altijd goed genoeg is. Dat het moeilijk is om bij elkaars perspectief aan te sluiten. En dat heeft alles te maken, nogmaals, met taal, met geletterdheid en met gezondheidsvaardigheden. En dit is een quote van dezelfde dochter met twee ouders met dementie. Waarin ze er ook die taal en die benadering en al die kleine dingetjes benoemen die de communicatie in de weg kunnen zitten. Ik wil even eentje terug. Dan moet ik even denken hoe dat kan. Dus het derde aspect van samenwerken is reflexiviteit. He, van ervaren zorgverleners en mantelzorgers zich echt als een team. En bespreken ze met elkaar de perspectieven, de competenties, elkaars rollen en verantwoordelijkheden. Komen er goede afspraken en kunnen ze die ook samen monitoren? En je zou zeggen van ja, natuurlijk is daar sprake van. Als ik denk aan een verpleeghuis, dan zijn daar... zorgleefplannen en daar wordt ook regelmatig over gesproken. En toch is de praktijk is heel taai. En juist als het gaat om migranten. Ik heb wel gezien dat er echt een bewustzijn is bij veel mantelzorgers van hoe het belang van hun zorg, kijk, hè, zoals deze quote ook aangeeft, van ja, wij vullen eigenlijk de professionele zorg aan. En wij doen dat op een manier die het voor onze ouders passend maakt. Dus mantelzorgers die geven aan, eigenlijk geven wij belangrijke zorg. Ook in het verpleeghuis, ook in de thuissituatie. En vaak zijn het ook heel praktische dingen. Vaak zijn het ook zij degene die cultuursensitiviteit vormgeven. Omdat ze de taal spreken, omdat ze precies weten wat hun ouders waarderen, welke muziek, welk eten ze lekker vinden. Dus ze vullen een belangrijke rol en zijn zich er steeds meer bewust van. Ik zie dat ook bij hulpverleners, maar ik zie ook toch... dat in sommige tijden heel moeilijk is waar te maken. En dat waarmaken was extra moeilijk in corona.
Dus dat onderzoek wat we deden tijdens de eerste golf liet zien dat er veel perspectieven en prioriteiten, dat die gedeeld werden en dat die ook verschoven in de loop van de tijd. En dat gold voor alle partijen. Dat gold voor de professionals, dat gold ook voor de mantelzorgers. Maar vaak was het perspectief gedeeld, bijvoorbeeld als het gaat om het belang om vooral te zorgen voor veiligheid, geen besmettingen. Maar soms verschoven of waren de prioriteiten ook verschillend. En dat gold met name natuurlijk met de toegang, de bijdrage van mantelzorgers in de zorg. En de verpleeghuizen waren natuurlijk een heel duidelijke casus waarin dat zo moeizaam bleek en waarin dat zoveel gevolgen had voor de zorg, voor alle partijen. In de coronatijd, ik kan moeilijk beoordelen of die frequentie van de communicatie, van de interactie, of dat nou minder was. Het was wel anders en je zag wel heel veel moeite om van alle partijen om dat contact te houden. Ofwel telefoon en natuurlijk was er een grote, ja, eigenlijk een boost. Een doorbraak als het gaat om online interactie via Skype, naar WhatsApp, Facebook, noem maar op. Er is enorm veel gebeurd en verbeterd. Was er nu ook sprake van een andere of een betere teamreflexiviteit? Ik noemde al, er was veel reflectie van de mantelzorgers. Juist in de coronatijd, juist natuurlijk vanuit het besef van, wij worden eigenlijk buiten de zorg gehouden nu in één keer. We hebben 10 jaar lang gevochten en gesproken en steeds maar weer onderhandeld om samen die zorg te mogen leveren. En nu worden we eigenlijk binnen 1 week buiten de deur gehouden. Dat was heel, heel moeilijk te verteren voor sommigen. Er was ook veel begrip natuurlijk voor de maatregelen. Maar die frustratie over het niet mee kunnen zorgen en de angst van wat dat nou betekende voor de kwaliteit van de zorg en voor de kwaliteit van leven van de ouders, dat was heel voelbaar. Nou, wat helpt nou om die samenwerking te verbeteren? Wat heeft VAROS met name, dit is natuurlijk een VAROS webinar, maar jullie hebben vast ook allerlei tools. Ik zou zeggen, deel die tools ook in de chat met elkaar. Want dit is natuurlijk, als je het hebt over samenwerken, dit is natuurlijk vooral ons verhaal wat we wel met jullie hebben kunnen samenstellen. Maar ik kan niet alles vertellen. Als het gaat, natuurlijk is communicatie over jullie visies en over perspectief en het goed luisteren naar het andere perspectief is natuurlijk heel belangrijk. En ook door communicatie kun je ook die reflectie samen mogelijk maken. We hebben een aantal tools daarvoor en de met name zijn die dan op die laatste 3 fases van de mantelzorgerreis. Een aantal, daar komen we volgend jaar mee, met name over het gesprek over het delen van zorg en ook over de tools als het gaat om weerbaarder worden bij dementie en corona. Maar wat we nu al in onze voorraad hebben is de gesprekshulplijst. Dat is zorgen doe je samen. Dat is een gesprekshulp, staat online. Die je kan helpen om samen te praten over het samen zorg bieden aan iemand met dementie. En er is ook een training voor beschikbaar. Een tweede is ook een soort van checklist, een gesprekslijst over mantelzorg en over overbelasting. En ook die kun je vinden op onze website. Een derde die is heel, heel geschikt om te gebruiken voor reflectie. En dat is een heel uitgewerkte casus die een casus van ouderen met dementie behandelt in een achterstandswijk. Dus ik hoop dat jullie die tools eens gaan bekijken. Als jullie daar mee aan de slag willen of vragen over hebben, neem dan alsjeblieft met ons contact op. De slide lijkt nu even vast te zitten. Ik wil naar de volgende.
Nou, als iemand mij kan... Ja, gelukkig. Ja, dankjewel. Als we nu kijken naar het mantelzorgerschema. Mijn beeld is weggevallen. Ik hoop dat jullie nog wel iets zien. Zie je ook even geen beeld? Ja. Nou, in het schema zien jullie, en we sturen natuurlijk alles op. Even nog terug. Ja, he, dus dit is als we nu kijken naar het complete plaatje, dan heb ik daar voor de laatste drie fases de tools ingevuld. Jullie krijgen allemaal de PowerPoints en dat krijgen jullie toegestuurd in januari. En daar hebben we dan ook de linkjes naar deze tools ook ingevuld. Dus, maar jullie kunnen ook nu al op de VAROS site natuurlijk kijken. Nou, dit was mijn verhaal. Ik zei al, ik benadrukte al dat we die tools hebben ontwikkeld met mensen zoals jullie. Sterker nog, ik zag in de deelnemerslijst dat daar verschillende oude bekenden in zaten. En ik hoop dat we heel veel nieuwe bekenden nu hebben gemaakt. Missen jullie iets, laat het ons weten. En laat ook weten of jullie dat samen met ons iets aan willen pakken. Want wij hebben elkaar nodig om betere dingen te maken, om de zorg te verbeteren. En ik doe dat het liefst in co-creatie met jullie allemaal. Dank jullie wel. Ik geef het stokje weer terug aan Roshni. Ja, dankjewel Caroline voor je mooie verhaal. Ik zou nog heel graag even de slide willen hebben waarin wij alle producten nog zien. Als Caroline, als jij dat terug in beeld kan krijgen. Ja, probeer ik. En tegelijkertijd zijn er heel veel vragen gesteld in de chat. En wat mooi is om te zien is dat jullie ook heel goed op elkaar hebben gereageerd en de vragen hebben beantwoord. En Jennifer en ik hebben dat ook zoveel mogelijk geprobeerd te doen. Maar zoals we allemaal hebben gezegd, benader ons ook na deze webinar met jullie vragen over dementie en migranten. En Caroline, dan heb ik nog een aantal vragen ook gericht aan jou over jouw presentatie. Een vraag van Jos van der Deuren. De reis van de mantelzorger stopt niet bij het overlijden van de zorgvrager. Is er ook aandacht voor mantelzorg in de periode daarna? Ja, wat een mooie vraag. Daar is te weinig aandacht voor. Bijna toevallig. In mijn contacten met mantelzorg kwam ik heel recent iemand tegen die eigenlijk in een soort gat was gevallen na het overlijden. En dat had natuurlijk ook met sociale, hè, en met emoties, met verlies en rouw te maken. Maar het had ook met heel praktische dingen te maken. Hè. Mantelzorgers die stoppen met werken of ze gaan minder werken. En dat is financieel best lastig. Kunnen ze eigenlijk weer aan het betaalde werk. Hè, want mantelzorg is natuurlijk ook werk, maar dan kunnen ze aan het betaalde werk. En dan is er niemand die hen dan weer een steuntje in de rug geeft. Ik hoorde dat als een gemis werd ervaren. En tegelijkertijd hoorde ik ook, toen we daar een beetje in verdiepen, dat er wel wat initiatieven zijn om mantelzorgers daarbij te helpen. En daarbij eigenlijk ook ons allemaal te helpen. Want ja, die mantelzorgers hebben heel veel in huis, hebben heel veel ervaring. Dus ik heb gehoord, maar ik ben daar zelf niet zo in thuis, dat er initiatieven zijn om bijvoorbeeld mantelzorgers te interesseren voor het werken in de zorg. En misschien zijn er deelnemers die er nog iets meer van weten, dan hoor ik dat ook heel graag. Dankjewel Caroline. Ja, ik ken ook zelf zo'n initiatief van een thuiszorgorganisatie in Utrecht die mantelzorgers ook in dienst nam. En als dan de partner vader of moeder overleed, dat ze dan verder gingen zorgen als thuiszorgmedewerker voor andere ouderen en hulpbehoevenden. Dus dat is wel een mooie constructie.
En er is nog een vraag van de heer of mevrouw Tjadine. In Amsterdam zijn er case managers dementie. Ja, eigenlijk is een case manager dementie een belangrijke functie van iemand die de regie pakt in die zorg aan iemand met dementie. En wat ik mij afvraag is waarom er geen case managers zijn gericht op de migrantengroep. Zou dit helpen om ook zo die familie beter te bereiken en te ondersteunen en te begeleiden in het proces? Wat denk jij? Sorry, kun je de vraag nog eens herhalen? Nou, zouden case managers van een migrantenafkomst, dus een grotere diversiteit in de achtergrond van case managers, zou dat helpen in het bereiken van de mensen met dementie, maar ook het begeleiden en het ondersteunen? Ik denk dat dat zeker kan helpen. Want vaak weten die gewoon meer over een specifieke cultuur. En taal kan natuurlijk dan ook een belangrijke factor zijn. Tegelijkertijd ook, moet je dan ook wel respecteren dat ook die case managers soms niet alleen maar mensen met dezelfde achtergrond in behandeling willen hebben. Van beide partijen is er dan toch nog steeds de vraag van, is er een klik? Willen we allebei de partijen met elkaar in zee gaan? Het is niet vanzelfsprekend dat dan voor alle partijen de voorkeur heeft. Maar ik denk in zijn algemeenheid, als er meer mensen met verschillende achtergronden in de zorg werken, dat een groot pre is. Ja, ja, dankjewel. En dan heb ik nog één laatste vraag en dan vragen we Jennifer erbij. En dan doen we nog een aantal vragen, slotvragen aan jullie beiden. En dan gaan we ook naar een afronding. Er is een vraag over van Linda van Inge. En zij vraagt, wat is de rol van de geestelijke verzorger in deze dementiereis? En is deze breed genoeg en wordt die in verschillende fases ingezet? Zou je daar iets over kunnen zeggen? Ja, wat ik... als je nog denkt aan het plaatje, hè, van de mantelzorger en de patient journey, dan zie je dat er met name in het verpleeghuis en rondom het sterven, dat er ook de geestelijk verzorger wordt betrokken. Ook de geestelijk verzorger met een andere achtergrond. Ik durf niet te beweren dat in alle verpleeghuizen voldoende gebeurt. Maar daar zijn zeker initiatieven in. Oké, dankjewel, Caroline. Ik ga zo nog even aan je... Mag ik even, Roshni? Ja, als iemand een geestelijk verzorger zoekt voor het verpleeghuis, wij hebben een heel goede kandidaat voor jullie die bij ons stage heeft gelopen en is afgestudeerd en veel initiatief neemt. Ja, heel mooi, Caroline. Reclame. Ja, geestelijk verzorger voor de islamitische gemeenschap met name. Ja. Dankjewel. Ja, ik zie nog heel veel vragen in de chat. En ik vind het ook echt goed dat jullie ook elkaar beantwoorden. Ik wil heel graag Jennifer er nog bij vragen om nog wat slotvragen door te nemen. Ja, ik ben er. Hi, en ik wil ook even aandacht voor de Mentimeter. Onze collega's Sita en Karin zullen... een linkje plaatsen in de chat met een code die je vanuit je mobiele telefoon kan inzetten, waarbij wij een aantal vragen aan jullie stellen over dit thema dementie en migranten. En die informatie kunnen wij weer gebruiken om bijvoorbeeld een volgend webinar voor te bereiden en ook kijken van wat speelt er en welke producten missen jullie bijvoorbeeld. Ik zie nog heel veel vragen. Maar ik heb twee slotvragen voor jullie allebei nog voorbereid. En de eerste stel ik aan Jennifer. Jennifer, er speelt heel veel in de wereld van dementie en dementiezorg. En wij als VAROS richten ons met name op die groep mensen met dementie met een migratieachtergrond en mensen met een lage sociaal-economische status. En we zetten ons continu met partners in om impact te maken op dit onderwerp. En als jij nou drie prio's
mag verwoorden. Wat zouden jouw prioriteiten zijn voor de dementiezorg? Ja, ik vind het een leuke vraag. Het past echt wel bij zo'n beetje het eind van het jaar. Met vooruitkijken naar hopelijk 2021 als beter jaar dan 2020 ons gaat brengen. We hebben ook net een nieuwe nationale dementiestrategie. Waarin de herziene zorgstandaard heel prominent in staat. Ja, mijn wens zou echt zijn dat die zorgstandaard goed geïmplementeerd wordt overal. Omdat daarin heel veel haakjes zitten. Juist ook voor migranten met dementie en hun mantelzorgers. En ja, ik vind een van de belangrijkste daarin echt een tijdige diagnose. Omdat je daar zoveel verdriet mee kunt voorkomen. Dan kan je gewoon echt al op tijd laten weten wat iemand te wachten staat. We weten steeds meer over advanced care planning. Dat ontzettend prettig is voor veel mensen. Maar dat komt nog niet genoeg aan bij migranten met dementie. En dat begint echt met een diagnose. Dus dat zou mijn eerste zijn. Mijn tweede zou zijn om toch ook al helemaal aan de start, echt rondom de diagnose, in gesprek te gaan over delen van zorg. We zien toch te vaak dat, zo past dat ook in hoe de familie al langere tijd zich tot elkaar verhoudt, dat heel veel zorg op één paar schouders rust. Dus één speelzorger die alles doet. En met dementie, ja, je hebt elkaar nodig. Je moet het echt samen doen. Dus begin het gesprek daarover al heel vroeg in het traject. En niet in de trant van dingen overnemen, maar naast iemand staan en met iemand meedenken en voor iemand dingen uitzoeken. Zo help je al zoveel. Dat vind ik ook heel mooi aan bod komen in de podcast waarin Gusse Duran dit heel mooi verwoord. Dus ik hoop dat jullie daarnaar gaan luisteren. En als laatste, ja, preventie van dementie. Ik zie daarin dat er breed steeds meer aandacht voor komt. En preventie van dementie begint al op je 40ste. Dat is eigenlijk de leeftijd van veel mantelzorgers, wiens ouders dementie krijgen. Dus ga ook met hen in gesprek. Wat kunnen mensen zelf doen om dementie te voorkomen? Tuurlijk heb je niet alles in de hand. Maar we weten wel dat een heleboel dementie verminderd kan worden als mensen gezonder eten, gezonder bewegen en ook sociaal actief blijven. En ook deze kennis, heel veel mensen weten het niet en willen het wel heel graag weten. Dus help ze aan deze informatie komen. Dankjewel Jennifer voor deze mooie update/samenvatting op dit onderwerp. En Caroline, ik had ook nog een vraag voor jou voorbereid. Jij mag even dromen. En mijn vraag aan jou is, stel dat we volgend jaar in december weer een webinar, mogelijk wel live, hebben georganiseerd, ook met zoveel mensen. Wat zou jij dan willen dat er is bereikt in dat jaar op het vlak van dementie en migranten? Ja, mooie vraag. Dromen en ook goede voornemens. Hè? Dat is om te kijken van wat ik kan bijdragen. Het sluit aan wat ik net ook wel besprak. Is van, het zou zo mooi zijn als we dat die zorgverleners, dat meer teams worden. Dus dat mensen echt elkaar beschouwen als co-zorgverleners. Dus op gelijkwaardig niveau, ieder zijn eigen belangrijke bijdrage. Als we daar echt stappen in kunnen maken. Maar ik weet dat heel taaie stof is, maar het is gewoon heel belangrijk. En het geeft ook heel veel voldoening als het lukt. En nog een ander punt is als we komend jaar wat stappen kunnen zetten om de co-creatie met verschillende partijen, met mantelzorgers, met professionals en met onderzoekers en ontwikkelaars, dat we daar nieuwe producten in kunnen maken. En we hebben daar al wat stappen gezet. Het wordt tijd dat we dat ook wat op grotere schaal kunnen doen. Want ik zie veel mantelzorgers die hebben zoveel in huis qua kennis en ervaring. Eigenlijk zouden zij ook veel meer kunnen bijdragen aan het ontwikkelen van producten, maar ook aan het ontwikkelen van kennis. Dus ik zie ze ook steeds meer stiekem als een soort co-onderzoeker.
Ja, dus als we elkaar daarin meer kunnen vinden het komende jaar, dan ben ik een nog gelukkiger mens. Ja, dankjewel Caroline. Ik zie ook een mooie vraag in de chat van wat is nu het vervolg van dit webinar? Sowieso in praktische zin zullen wij alle informatie, en misschien kunnen we dan ook al naar de volgende sheet, zullen we alle informatie, we hebben zelfs de mogelijkheid om de chat op te slaan. Maar we zullen een mooi bericht hierover maken. We zullen de opname met jullie delen. Dus dan kunnen jullie het hele verhaal terugzien. En wij zijn er natuurlijk ook voor jullie beschikbaar als team ouderen om allerlei vragen met betrekking tot dementie en migranten en dementie en ouderen. Die kun je naar ons mailen en die kunnen we beantwoorden. En we willen ook natuurlijk nog graag verder met jullie in gesprek. En een van de vragen in die Mentimeter is ook van op welke onderwerpen zouden jullie nog meer informatie willen en waar kunnen wij nog meer bijeenkomsten over gaan doen. Dus vul dat ook in en dan gaan wij nog meer mooie bijeenkomsten voor jullie organiseren, ook in 2021. Ik heb hier de website van het programma. En daarin zit een themapagina dat ingaat op alle producten die net als laatste zijn genoemd. We hebben ook de website van Zorg voor Beter, die ook een pagina heeft die ingaat op dementie en migranten. En wij zijn ook onderdeel van Dementie Zorg voor Elkaar, waarbij we allerlei praktijkverbeterprojecten en adviestrajecten doen. En daar wordt ook aandacht besteed aan de specifieke doelgroepen, waaronder migranten met dementie. En dan kan het ook nog eventjes kunnen naar de volgende sheet. Hier staat dus dan weer de themapagina. We hebben ook begrijpelijke informatie over corona. Elke keer als er weer een nieuwe persconferentie is, dan passen wij onze informatie aan. Dus kijk daar ook vooral op. Die kun je ook delen. Heel makkelijk via WhatsApp. Ik hoor een... Wij zijn voor de afgelopen. Wel. Hier staan ook al onze e-mailadressen en je ziet ook dat wij op sociale media ook goed zichtbaar zijn via Twitter, LinkedIn, we hebben een YouTube-kanaal en we zijn op Facebook te vinden. Dan denk ik dat ik mooi binnen de tijd kan gaan afsluiten. Ik heb niet eerlijk gezegd de chat meer bekeken, maar volgens mij is er onwijs veel uitgewisseld. Dat was ook onze bedoeling, dat jullie tips en tricks aan elkaar gingen uitwisselen. En wij hopen dat jullie nog veel gebruik zullen maken van onze producten. En wees ook kritisch. Geef ook bij ons aan wat je mist of hoe het beter kan. Graag tot de volgende keer. Heel erg bedankt allemaal. Bedankt allemaal. Bedankt. Bedankt. Alle goed. Bedankt. Dag. Doei. Bedankt. Hartelijk dank. Bedankt. Dankjewel, dames. Fijne dag. Jullie bedankt. Jullie bedankt. Heel bedankt. Ja, veel dank. Heel graag gedaan. Ik laat hem nog gewoon even staan. Dat is niet fijn, mensen. We komen nog even. Ja. Alle erin. Dat is echt heel stom. Want dan wil ik de camera aanzetten en dan zegt hij mooi. Oh. Gaan we opeens van 188 deelnemers naar een kleiner groepje. Hallo allemaal, ik ben niet Chantal, maar Vicky. Hi Vicky, hello. Leuk om mijn gezicht te zien. Eindelijk hè? Ik ben nu de linkerhand van Sandra. Leuk. Ik hoop een keer de rechter, maar ik voel me nog net zo kneus met alles. Maar dat komt goed. Dus zijn nu jouw rechterhand. Hey, wat leuk om dit te zien, want het is voor mij voor het eerst zo'n Zoom-meeting. Ik heb alleen nog maar van die borrel met vriendinnen Zoom-meetings gehad, maar dit is toch andere koek hoor.